Goedemorgen, schatje. Hey. Hoi, schatje. Het is 9:10. Let's go. En we gaan een leger ontbijten. Maar Thijs en Noël zijn nog niet wakker. Dus als jij die nog even wakker maakt. Dat huisje. Ja, ik weet welke kamer. Let's go dan. Tijd om wakker te worden, boys. Back in the game. My man. Goedemorgen, man. Hey, goedemorgen. Back in the game. Hoorde je het belletje net? Ja. Dat was het ontbijt. Heb je lekker geslapen? Weet je wat mooi is? Ik heb ooit heel even meegedaan met de magische macadamie opleiding. Macadamie? 1, 2, 7, zullen we in! Oh, kijk. Stel ik wat naakt. Hey, knophouwer. Hey, goeie reclame, bro. Thank bro. En simsalabim. En ik lig nu bij het ontbijt. Perfect. Hé, hey, tot zo, Vint. Tot zo. Oh, dames en heren. Zo, ik heb heerlijk geslapen. Wat een zonnetje, wat een weertje. Ongelooflijk. Laten we even het raampje openknallen. Zo, allemaal meel hier of zo. Kijk dan. Zo, lekker hoor. Heel nice dit. Oei, oei, oei. Oh, daarom al die meeuwen. Er zitten daar kinderen, die zitten daar die vogels te voeren. Schattig. Hey, morgen. Yo, alles lekker? Zeker, lekker geslapen. Ja, man. Jij ook? Ja, best wel goed. Zacht nice. Bedje, maar wel lekker. Ja, ik heb ook wel lekker geslapen, man. Nice. Hallo, dames. Hey, Nicole. Fris en fruitig. Wauw, weet je wat ik kan doen met die eieren? In je mond stoppen. Spugen. Ja, en jong leren. Wow, dit is nice. Een paar verse eieren. Kukkelukku. En lekkere broodjes. Wow. Lekker slapen? Ziet er goed uit hoor. Ja, fijn hè? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Jullie ook? Ja. Ja? Ja. Nou, nu is wacht op de rest. Ja, kom maar lekker. Lars gaat ze halen. Ja, Lars gaat ze halen. Oh, oké. Okay. Ga jij hem daar laten schrikken? Doe jij hem daar. Okay. Ja, doe jij hem open. Wacht, kan hij door de deur kijken? Ja. Oh, kut. Oké, okay, doe jij hem eerst. Doe ik hem hier. Kijk. Ja, en ik kus het. Ja, dat is zo waar. Bro! Fijn! Oh, je schrok ja, echt hard. Twee keer. Hey! Ja, dus omdat we ons gisteren ook niet schrikken, ja. Moest ja, even terugpakken van de escape room. Oei, oei, oei. Nou, de tafel wordt steeds voller. We missen nog wel wat mensen, maar er komen steeds meer bij. Thijs doet open. Doe jij alsof je naar de keuken loopt en dan gaan we hem weer laten schrikken. Zo, heel netjes. Ik vertrouw. Wow, yo, waarom ben ik nu weer voorop? Je krijgt terug van gisteren, maat. Ja, ja, inderdaad. Nou, we missen alleen... waar is Wouter? Is Wouter als enige nog niet? Zat er iemand bij Wouter? Ja, ja, Wouter komt. Oh, oké. Ik moet net zeggen, wat? Wat je al doen. Zo, even lekker eitje. Hé, hey, geen probleem, maat. Ik kreeg het meteen terug. Maar nu heb ik een heel erg leuk trucje bij mij. Weet je wat het is? Ja. Ken je die? Ja. Maar jij hebt hem overvallen. Ik heb die volgens mij wel vaker gezien. Je hebt hem vaker gezien. Dat je het heel in de lucht ziet en dan je mond vangt. Ja. Gaan we die weer doen? Ja. Hey. Helemaal succes. Maar ik weet wel. No. Thijs staat gewoon een halve meter verderop. Ja, jij kan hem opvangen. Wow. Dit is gaaf, hè? Ja, dit is wel gaaf. Nee, als je dit doet, Thijs. Wauw, ja. Dan vinden jullie het allemaal vet, maar. Dan is het Thijs die gaat. Lekker stijgen. Dan blijf je maar even op de plek zitten, man. Lekker stijgen. Nee, ik ben niet fit, man, sorry. Maar Noël vond het super vet. Dat is wel zo, ja. Jij zei wel van wow, echt vet. Hé, je hebt je ei al klaar. Ja, moet je eerst je broodje even opeten. Anders komt er meer mee. Ja, nou als jij hem goed omhoog doet. Ja? Ik vang hem wel op hoor. Ja, hier ik ben niet vies voor jou hoor, bro. Komt goed. Oké. Oké. Dit is wel de eerste keer dat ik doe, hè. Is het serieus? Ja. Ja. Dat komt goed,
mijn eerste moment was ook, dat is ook super bijzonder, weet je. Toen ik voor de eerste keer dat eitje in mijn mond deed en hem uitspuugde, dacht ik ook, dit wil ik vaker doen. Ja. Snap je? En dat ga jij ook krijgen. Dus pas daar wel op, het is wel verslapend. Doe dan. Ja, maar dan niet als een lama naar iemand toe, maar omhoog. Het is een beetje schuin, zeg maar. Ja. Heb je wel zo'n spelletje gespeeld vroeger, dat zo'n pinguïn moet wegschieten? Dat zo'n beetje... Ik weet wel dat je bezond, man. Goeie keer, man. Is hier een volwassen man zo? Hoezo een volwassen man? Dat denk jij. Dat is niet bijten. Hoe vaker je hem in je mond doet, hoe hoorder ik het vind. Daar geef ik hem gewoon eerlijk toe. Dan durf ik hem nu gewoon gelijk. Maar ik ben bang dat ik over jou heen doe. Nou, gast. Ja. En hard, heel hard. Lekker bro. Normaal. Ik heb een nieuw eitje. Thanks. Ja, hij is een eitje kwijt. Mooi joh. Hey, Wouter komt aan. De hele deur open. Gaan we die laatste schrikken? Ja. Wow. Waarom heb ik eigenlijk geen zin in? Ja, maar Wouter is wel... Wouter is wel een lieve jongen. Jij loopt naar de keuken. Mooi, mooi. Ja, maar dit is ook zo. Je moet je best gaan kijken naar wat je ervan vindt. Je hebt hier maar ik ga nooit een ei om ons te kopen. Nee, ik moet even maken. Ik kan wel. Vader! Oh, zie jij, schrikt niet! Hij moet eerst wakker worden. Kijk eens eventjes, ik heb twee mooie lijntjes gemaakt met mijn leverpastei. Dat is het verschil tussen mij en Noël. Kijk, nu even gewoon drie kakstukjes. De laatste persingen. Oei. Oei, kijk. Oh, lekker man. Ja, toppie. Ja, top. Heel nice. Dit lik je altijd af, of niet? Ja. Oké, we gaan lekker een leverpastijtje eten. Zo, Wouter, nu jij er bent. Ja. Wil jij de ijsshow zien? Ik heb gehoord dat hij erg aan te raden was. Nicole vond hem helemaal fantastisch. Ja, Nicole is groot fan, niet de eerste rij. Maar wel met Noël samen. Met Noël, ja. Hij doet het ook. Niet deze keer met Thijs? Nee, Thijs. Nee, ik doe het niet. Ja. Maar dan doe jij hem naar Enzo. Ik schiet hier naar eieren, man. Ik zou een schiet doorzetten. Wat doe jij het dan, jongen? Oh, ik ben al vanaf day one ijsshow fan, hè. Wij zijn erbij. Ja, ik ook. Ik vind het grappig hoe die boys dat allemaal doen met die eieren, maar... Zelf niet aan het begin, hoor. Nee. Zijn jullie op tour of zo met z'n allen? Ja, hun tweetjes. Maar kan je nog even uitleggen, Thijs, wat precies dat betekent wat op de muur staat? Siemerdijs betekent vrolijk kerstfeest. Mooi, mooi. Is er ook iemand die echt weet wat het betekent? Zomerdagen, denk ik. Oh. Ja, dat denk ik ook, ja. Summerdagen, zomerdagen. Ja, op zich. Het heeft wel iets met de winter te maken. Oké, goed. Gaan wij voor ronde 2, Bart? Ik zie al wel weer dat jij een mooi lekker eitje hebt. Zullen we nu de rol omdraaien? Nu met die gore leverpastei. Ik heb nog geen hap genomen. Daarom, even de rol omdraaien. Neem ik straks naam, nu nog niet. Kom op, broer. Kom op, jongen. Ja, zie je? Let's go. We gaan ervoor. Wouter? Ja, ja, ik ga ervoor zitten. Kijk, het is leuk dat jij ook net met de ei bezig bent. Misschien word ik wel geïnspireerd. Ja, wie weet. Gaat hij doen? Okay, hij gaat zijn mond spoelen, denk ik. Ik wil eerst wel even een solo show. Die is heel simpel. Nee, niet met dat ei. Even solo show. Oh, nee, maar jij deed hem ook net drie keer in je mond. Nee. Even één keer spugen. Nee. Ja, maar jij deed hem ook net drie keer. Maar nu wordt het nog mooier, maar dit is easy, dit is light work. Het record staat op 30 of zo. Hoe is jullie aanraking? Een stukje af. Dat vind ik wel mooi. Dat is goed. Maar dat heb je niet met dit ijsje gedaan, toch? You never know. Nee, wat gaat Noël nu doen? Smol lijn. Is tot nu het einde gekomen. Ja, die dingen wel. Doe maar. Oh, het is een nieuw eindje. Oké. Ja, is het wel. Eén keer in de mond en dan naar jou. Oké. Daar komt hij, Wouter. Ja, dat is voor goed omhoog. Ja. Dames en heren, welkom bij de ijsshow. Nou? Wouter,
de tickets verkopen. Zeker, daarvoor zit ik hier. Ja, lekker. Ja, okay, ongelooflijk. Ik ben echt trots. Ja, thanks bro. Ik vind het wel met je staan effect. Als de muziek niks wordt, dan gaan we eten. Oké, dames en heren. Het is tijd om eventjes naar buiten te gaan en te genieten van het weer. En met z'n allen eventjes een leuke activiteit te gaan doen. Let's go. Wat heb jij hier? Ja. Wat denk je dat we gaan... Wat denk je dat we gaan doen? Wat denk je dat we gaan doen? Golven gewoon. Golven? Ja, golven. En jij, Wouter? Nee, golven. Ook golven? Nee, ik weet niet. Ik hoorde Jelmer wel gisteren over golven. Ja, het kan wel hier, ja. Ja, maar wij hebben gisteren gevoetbald en daarnaast kreeg ik golven. Oh? Klopt. Nou, ik weet het niet, man. Wat denk jij, schat? Ik weet het helaas. Ik heb de planning gezien. Je zegt helaas, dus het is niet leuk. Ik weet nee, het helaas. Maar daarom kan ik niet meedoen met het spelletje met raden. Maar is het wel leuk? Het is superleuk. Ik heb er echt heel veel zin in thuis. Potentieel vallen? Wil je dit thuis ook spelen? Nee. Vandaag ga jij niet vallen. Ik weet niet, ik heb geen binnenactie vandaag. Nou ja, binnenactie kan wel, maar niet vallen, denk ik. Nou, daar ben ik tevreden mee. Toch? Akkoord? Ik denk dat je niet zo snel een Benny-actie kan maken hier. Nee. Dat is fijn. Maar, dat is echt heel fijn nu. Maar als we verwachten dat je hem gaat maken, dan gaat die camera natuurlijk aan. Ja, zeker weten. Ja, mag ook. Nee, ik schim hem gewoon even. Oké, dat is fijn. Dus bij deze. Dat is fijn, dat is echt fijn. Ballo! Oh my god! Ballo! 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 Let's go, Ballo! Ah, zo lang geleden, Ballo! Of niet? Hij komt net uit bed. Rutger geeft me zijn knuffel. Hey. Bollo. Bollo. Hij heeft zijn bril niet op. Oi, oi, oi. Even serieus. Ja, lieve Bollo. Zo, kan die Jeep? Dat is ook vet. Is dat jouw auto, Bollo? Nee, oh. Mijne. Dat is zijn auto. Beter, ik rij ook elektrisch. Dus. Ja. Wat gaan we doen, Bollo? Wil jij eens... Oh, hey, oké. Zo, wat een move, hé. Kan je ook dansmove, of niet? Jawel. Jawel, Bollo. Oh! Ik vind het... Ja, top, man. Serieus, box. Nice, high five. En dab om de haters. Oh! Oh! Hoi, yo. Hey, Bollo is wel van... Oh, nee, hè. Oh, nee, ja. Ik stond in de blubber. Serieus, ik wil even een dance battle zien met Thijs en Bollo. Dance battle. Hey. Thijs. Thijsie. Hey. Wow. Maar wat hebben we daarop terug te doen? Niks. Oh, je hebt. Oh, dat vind ik wel sneu, man. Je moet wel knuffel geven, denk ik. Sorry, Dollo. Next time beter, man. Ik ga wel even een lesje doen, ja? Oké, top. Nou. Goedemorgen. Hoi. Hi. Goedemorgen. Klaar voor. Alles oké? Okay? Ja, met jou ook? Ja, we hebben elkaar gisteren ook gezien. Herken je me nog? Ik herken je zeker. Oké. Okay. Ik jou ook. Hoi, goedemorgen. Enzo. Goeiedag. Dag Enzo. Goeiedag. Ik kom op bezig staan. Ja, dankjewel. Ja, ja, prachtig. Gisteren? Ja, wat superleuk. Ja, was leuk. Ja, was echt superleuk. Ik hoor. Oh, jawel. Noël verloren. En wat gaan we nu doen met z'n allen? We gaan een pitch-putt spelen. Yes. Ja. Wat is dat? Gelijk aan golf, alleen je gebruikt in principe niet alle verschillende clubs. Je gebruikt in principe alleen een pitcher en een putter thuis. Een pitcher en een putter. Ja. En een putter is van dichtbij en een pitcher iets verder. Klopt. Oké. Okay. Ja. Zal ik jullie even een instructie geven? Is goed. Ja? Nice. Wil jullie een beetje zin in, jongens? Ja. Ja, zeker. Jullie mogen kiezen of jullie leeggoed gaan spelen op 18 uur. Ze zijn jullie zelf gewoon bij. 9 holes duurt 1,5 uur en 18 is 2,5 uur. 9 holes? 9 holes? Ja. Het was wel 18. Ben je 18 holes? 18 holes. Ja, het zijn er. Niemand anders. Nee, dat zijn er. Anders sta ik er niet mee. Nee, 9 holes. Spanningsboog is 1,5 uur is best lang. Wat zijn dat voor Nike's, Bollo? Damn. Heel vet. Oh, Bollo, je voet. Oh! Oh. Moest we... Oh, we moesten even Bollo blurren. Oei. Goed. Gaat goed, Bollo? Ja.
Nice, nice. Hier dicht bij de hol ligt, daar leggen jullie de ballen weer op een rij. Dan mogen jullie opnieuw slaan. Net zolang totdat de bal in de hol belandt. En dan, in principe, je speelt dus als een team. Dus je moet ook een beetje samenwerken. Oh, dat is wel leuk. Ja, maar dan zeker. Die, ja. Die in de hol komt, dat is ook een aantal. Dat is het aantal wat je opschrijft. Ja, klopt. Oh, als team zijnde. Ja. En we zijn met, hoeveel teams hebben we hier? 3 teams. Dus jullie spelen straks tegen elkaar eigenlijk. Oké, dus we hebben 3 teams. En hoeveel mensen zitten er in 1 team? Met hoeveel zijn jullie eigenlijk? We zijn met 11. Dus 4, 4 en 3. Oké, top. 4, 4, 3. Nice. Ja? Hebben jullie vragen? Nee, duidelijk. Iemand? Is het erg als je... Mevrouw? Is het erg als je het gras raakt? Daarvoor heb je dus de 10, dan kan je de bal opleggen. En stel voor je raakt het gras, dan moet je het weer even oppakken en terugleggen. En dan stampen. Ja, net een stampetje, je konijn. Nou, dat was hem. Helemaal goed. Nice. Dankjewel. Dames en heren, we hebben hier een team. We hebben Wouter in het team. We hebben Nicole in het team. We hebben Rutger in het team. En Lars in het team. Let's go. Ik ben benieuwd hoe jullie het gaan doen. Ja, maar dit is sabotage. Dit heeft Thijs gedaan. Oei, oei, oei. Nee, ik denk dat misschien heeft Bolle dat gedaan. Maar je hoeft toch allemaal... Ja, tuurlijk. Je moet toch samen delen met... Oké, Wouter, kan je nog eens uitleggen wat precies de bedoeling is van dit spel? Ja, ik zal het je heel simpel uitleggen. De puntentelling of hoe het algemeen werkt? Hoe het algemeen werkt. Oké. We hebben 2 clubs. We hebben de pitcher, die is voor lange afstanden om in de buurt van de green te komen. Dat is het stukje bij de vlag. En als je in de buurt bent, dan heb je de putter en daarmee kan je hem erin putten. We werken wel met een andere puntentelling. Ik heb echt gevoel dat ik nu een schoolreisje aan het rijden. Zitten we toch in een andere puntentelling? Nee, dat is degene die jou had verteld, maar voor de kijkers. Oh ja. Ik denk, we zitten... Hoe het werkt, we zijn met z'n vieren en we gaan straks alle 4 de bal slaan. In plaats van dat je met je eigen bal weer verder speelt, kijken we welke bal het dichtst bij de hole ligt. En daar leggen we alle ballen weer neer en slaan we weer met z'n vieren vanaf die plek. Dus je hebt eigenlijk 4 kansen om het dichtbij te komen. Ja, en telkens pak je de dichtstbijzijnde bal. Oh. En dan tel je het aantal keren dat dus de dichtstbijzijnde bal erin is gegaan. Dus we moeten samenwerken, jongens. Ja. Veel plezier. Jee, yeah, kom op. Thanks. Veel plezier. Oh, yeah, yeah. Ciao. Dit is mijn team, dames en heren. Oké, weet je wat echt het beste is? Ik ben gewend hoe Thijs is. Het beste? Het beste is gewoon dat we dus 4 kansen hebben om ver te komen. Ja. Want de bal die dichtbij ligt gaan we weer verder mee spelen. Dus dat is top. Ook al. Er moet sowieso 1 iemand risico nemen en gewoon fully. Dat is Thijs. Ja. Nou, ga jij maar meteen fully dan. Is dit de goeie? Ja. Ja, dat is de pitch. Op zo'n verhoging. Moet je op die dop? Ja, op die dop, ja. Waar zijn de verhogingjes? Op die zwarte dop. Die staat op dat vak. Ja. Oh, hier snap ik het. Dat is even wennen voor mij ook, hè? Ja, nee, eerste keer. Man. Je moet gewoon even wennen, maar wel gewoon full gas, hè? Oké, full gas. Zie je hem lopen? Niet op Bollo, niet op Bollo. Die gaat er zo staan. Het is geen fucking minigolf. Nee, maar laat hem gewoon even. Ja, is niet, man. We zijn toch een team. Hey, thanks, man. Waar heb je ze weer gekild? Ja, man. Wel lief zijn. Sorry. Ja, nou ben ik fucking onzeker. Het is echt een minigolf, ik denk, man. Yes! Hey, jij verneukt van mij, man! Maar dat is niet erg, we hebben nog 3 kansen. Ja, we hebben nog 3 kansen, bro. Ja, ik wil die positiviteit in mijn groep, man. Hé, hey, dit was wel Manny-actie trouwens. Laat me zien, Marvin. Oké, schatje. Ik kan dit ook niet goed, hoor. Dus, Kom op, lieverd. Even 1 keer hier, zo. Ja, dat doe je goed, ja. Dat deed je niet, Thijs. Ja, nee. Dat wordt niet pas gezegd, gaan we slaan. Nee, maar dat was even waar we mee hebben. Omrug. Nog een keer. Iets lager. Juist. Ja, goed. Dat is goed hoor. Ja, dat is prima. Dat is een. Jij bent voor de zekerheid. Ja, ik heb hem in ieder geval in de baan geslagen. Precies. Nou, ga jij. Zal ik hem eens even tikken? Ja. Nou, laat me zien dan, jongen. Daar sta je dan. Oh. Zo! Zo eens even! Mooi, hè? Nou, dan kan ik nu wel volledig risico nemen, toch? Sorry, ja, hè? Ik kan een smashje. Oh. Volledig risico nemen. Kijk even voor je rug, hè? Ja. Ik voelde hem al. Oké! Okay. En kijk uit voor de mail, ik hoor ze. Doe we 1 hand. Ja, dat kan hij wel goed met 1 hand altijd. Ja? Ja. Ja! Ja. Maar het was even oefenen. Ja. Zo! Oh, je raakte mij bijna!
Ik heb hem gepakt, maar mij lag precies daar. Goed, wij zijn de bellies van vandaag. Teamwork makes the dream work. Lekker hè, Noël. En Marvin. En Thijs nog. Sorry man. Kijk dan, hoe nice dit is. Dames en heren. Noël heeft hem hier geslagen. Vanaf het begin. En dat is echt gewoon dichtbij al hoor. Kijk, daar is de green. Ja, nu moet hij in de green komen te liggen. Doe maar één keer. Oké? Okay? Nadenken, gewoon gaan. Kom op, Thijs. Je gaat wel heel erg links slaan nu. Wow, perfect. Oh my god, bijna. Hey, ik zweer, het is een goeie. Maar je komt erin. Toch wel? Ja. De eerste reactie was van, wat doet hij? Ja. Maar, spijt komt altijd later. Marvin is. Kom op, schatje. Je hebt wel meegeschat. Ja, maar die maakt het zo weer goed. Ja, dit is wel de schade van Thijs, zeg maar. Ja, dat gebeurt vaker hier, hè? Goed, die gaat Bolle wel even declareren, denk ik. Doei, Bolle. Even oefenen. Prima escape rate, deze. Dit is Marone. Okay. Hoppa, back in the green zone, Marone. Kijk. Wow. Hey. Nou, perfect naast elkaar. Noël, doe even. Ietsje harder, Noël. Hey, maar we zijn een team, dat moeten we even onthouden. Ja, dat is nice. Ja, dat is wel echt fijn. Ja, drie zou echt sick zijn, ja. Hoe heet dat bij golf als je hem in drie keer erin hebt? Oh nee, ja? Weet ik niet. Twee, toch? Oh ja. Kijk, komt hij. Oh, kijk dan. Zo. Ik hem. Ja, zo! Ik verder, man. Oh, net iets verder. Oké, ik risico. Ja, jij moet in die green, hè? Kom in die green. Kom op dan, hè? Go! En net zoals Noël, mooi van onderscheppen. Dat doe jij goed. En eigenlijk moet je geen kracht zetten. Nee, hij moet die, je moet het net als met snijden. Je moet het mes het werk laten doen. Zie je dat? Ja, ik zie het. Keurig. Dat is hem. No power. Ja, is goed. Ja? Ja. Ja. Oh nee, net niet in de green. Ja. Wow, kijk mij en Thijs. We waren echt precies op één lijn. Dit is top, hè? Dit is goed. Ja, daar mogen we nu liggen met z'n allen. Hier gaan we wel met die punten, hoor. Kom op, als we deze hebben, drie keer. Oh, hij ligt wel dichtbij. Netjes gedaan. Maar dit is een safe option. Ja, dit is een mooie. Let's go up next. Oké. Dit is goed, dit is goed. Oh, iets te zacht. Wel een goede richting. Ja, netjes. Oei. Zo. Dat was iets te hard. Come on. Oh, jeetje. Ja, lekker. Deze slaat wel lekker. Ja. Die gaat... Heel anders, hè? Ja, die gaat echt hard. Oké. Oké, dit wordt geen 3, maar 4 dan. Ik denk dat we beter omhoog kunnen dan omlaag. Ja, ik denk ook beter omhoog. Ik denk beter omhoog. Hij rolt sneller eraf, ja. Ja? Ja. Zal ik hem proberen te putten omdat mijn val was? Ja, sowieso. Ja, als deze erin is, ja. Hebben we nu 4 kansen om erin te doen vanaf hier. Ja, dat kan niet misgaan. Moet die stok er niet uit? Ja, eigenlijk wel, ja. Deze. Ja, letten. Bro, ga naar weg. Ja, maar het is vaak deze aflevering. Ja. Oh, dat meen je niet. Ja, maar deze schiet er nu in. Juist. Nu is Thijs. Nu is Thijs, Thijs. Hij gaat dus iets omhoog, hè? Ja. Vicky als laatste. Nee, ga jij hem als eerst. Oké, okay. Tweede. Nee, die kan je toch laten liggen? Nee, ja, we weten het. Anders kan hij er niet. Ja. Nee, maar die moet je laten liggen. Nee, maar kijk schat, anders gaat het. Ja, dan gaat het. Als ik tegenaan zie, dus jou, ja, dan leg ik hem daarnaast weer neer. Ja. Nee, boys, gisteren. Nee, ja. Let's go, Thijs. Nee, het look van Noël, jongen. Komt-ie. Zo. Kom op, in 4 keer. Oh, schat, jij moet het doen. Jij moet het doen, schat. Jij gaat het doen in 4 keer. Kom op, schat, jij gaat het doen in 4 keer. Kom op, Marona, we want the pizza calzone. Kom op, schat. Oh, wat slecht dit. Nou, dan ligt hij nu hier. Ja, 5 keer. Yeah, lekker jongen. Kan ik weer leven? Kijk hoe lang die baan is, gast. Dit is 18, hè? 72 meter had ik gelezen. Oh, 5 keer over 72 meter. Ah. Ja, maar wat is ons inkomertje? We gaan nu naar 10, die schijnt makkelijker te zijn. Let's go. Fucky. Hij ligt daar. Fucky. Die zijn we al kwijt. Zo, die zijn we ook kwijt. Bedankt, schat. Oké. Okay. Zo, dat zet je mooi neer, schat. Wat een apparaat. Oké. Okay. Hier, de pitch. Kijk, weet je wat het is? Als Noël als eerste gaat en die doet hem goed, dan kunnen wij allemaal risico nemen en dom doen. Wow. Missie is kissy. Zo. Panenka.
Panenka. Te veel gechipt. Zo, Thijs, kom op, even serieus. Ik heb een ongelooflijk lekker weertje hier, man. Jezus Christus. Gras, kon die bal eens een stukje verder schieten, man. Jezus, idioot, man. Ik laat ze nu goed. Ik ga ook voorspelen, hè. Dat komt niet, jongens. Zijn jullie klaar? Ik moet. Nee, ik moet iets meer naar links richten, man. Maar mijn ballen gaat. Maar eerlijk, dan was je perfect heen. Misschien wel alleen maar. Wij raken hier wel weer goed. Ja. Dat hebben we nog niet gedaan. Kom op, schat. Nu wel, zonder nadenken. Kom, de enige lady in het team. Kom op. We're the world. Ah, ik raak hem wel. Oké. Okay. Wow. Oh my god. Gast. Oh, wel helemaal weg. Maar veel te hard, maar dit is wel sick, hè? Super strak. Ik weet nu hoe het moet. Ik weet nu hoe het moet. Lekker uit dan. We zijn een team. Nee, oké. Okay. Oeh, te hard. Ja. Jij moet het goed doen. Jij bent de enige sterspeler van ons. Deze moet heel goed. Zo! Bro. Dit vind ik echt knap. Hij ligt op de green. Wauw, wat een sterspeler, hè. Lekker! Niet normaal. Kijk dan waar die Van Noël ligt. Hier ligt die Van Noël, super dicht bij de vlag. Schat je niet verkeerd, hoor. Net niet. Zijn we klaar? Ja. Bij de vlag, hè? Ja, ja. Wauw. Wow, keurig. Heel goed, gast. Aseba. Heel clean. Goed wil ik liggen, maar ik heb gekeken. Hé, maak hem gelijk af dan. Ja? Putter. Ja? Ja. Oké dan. Ja, we hebben twee keer over dit stuk gedaan. Eerst moet je altijd even dit doen. Nou. Goeie. Let's go, baby! Back in the game, baby! Back in the game, chat! Wow! Dames en heren, ik rail even mijn putter om voor de pitch. En let op, hier ligt de bal. Nummer 11. Kijk. En daarachter moeten we wezen. Daarachter. En let op. Kijk. Die gaat er in eentje in. Oh mijn god, perfect. Het is zo ziek. Oh, hij is golf mooi. Die is bij die zand. Ja, nee. Zal ik erheen gaan alvast? Ja, zwaai maar even naar ons als je daar staat. Schiet je maar naast zo. Thijs, ik leg hem voor je neer. Yes! Oh, die van Thijs die gaat daarheen. Hij baalt weer. Oh, sneu. Net naast de zandbank. En vanaf hier kunnen we hem dus heel erg mooi... Niet met de putter, maar met de pitch nog even één keer zo. Kom op, schat. Niet hard willen slaan, maar rustig zwaaien. Bijna. Nee, in het riet hier. Marjan heeft hier in het riet geschoten. Kom op, Noël. Doe het. Alsjeblieft, doe het. Als we überhaupt ook één keer bij een hole vanaf meteen het begin het afslaan op de green kunnen krijgen. Dit is de green hier achter me. Dit mooie gemaaide stukje gras. Dat zou zo vet zijn. Dat zou echt heel erg vet zijn. Hier! Oké, dit is hem! Let's go! Jouw ligt daar in het riet. Schat, moet je kijken hoe die terecht is gekomen. Oh, joh, gewoon in, hè? Zo hoog ging hij. Ja, dat is toch nice? Je hebt echt goed geslagen. Deze is perfect. Kijk hoe die erin is gekomen. Mooi, bro. Clean, hoor. Ik vind hem ook heel netjes, man. Pak een beet, anderhalve meet, nee, een metertje. Deze moet te doen zijn, deze kan je putten. Deze gaan we putten. Ik heb hem gewoon op safe gespeeld. Lekker. Oké, schatje. Toppie, dank u. Hier, bal. Voor jou. Oké, let's go, schatje. En probeer vooral niet te hard, maar een mooi rustige zwaai. Wauw, schatje. Het niet, hè? Ja, we kunnen kiezen straks. Maar ik vind het niet gek. Ik vind het niet dom. Echt mooi. Niet te hard, hè? Hey, wel in de green. Op de green, bro. Dat is netjes. Is netjes, bro. Ik kan een keer recht slaan, man. Komt goed. Oké, daar komt Noël. Kom op, Noël. Oeh, te hard. Oké, voor welke gaan we? Die van jou, die is dichtbij. Voor deze? Ja, die ligt er recht voor. Ja, ik denk zo mee.
Let's do it. Oké, wie gaat putten? Ja, ik begin wel, jongens. Ik wil het team ook gewoon een keer trots maken, weet je wel. Kleine jongen uit Eersel, grote dromen. Doe het voor mijn ouders, jongens. Oké, kom op. Oei, oei, oei. Schatje gaat het doen. Maar die slimme, dan ligt hij nog dichterbij. Oké, nou dit moeten we wel even kunnen hoor. Ja. Kom op, Noël. Kom Noël. Ja. Niet te hard. Ja! 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 Lekker! Lekker Noël! Woe! Dames en heren, we zijn nu bij hol 12. 86 meter is deze. En die gaat serieus over het water heen hier. Dus we moeten daar aan die kant. En ik ga het gewoon proberen. Let's go. Ja, doe maar. Kom op Enzo. Vertrouw in jou. Kom op Enzo. Ga je nog slaan, jongen? Dan maak ik hem boos, dan is hij beter. Kijk. Wow. Kijk. En die wilde ik uit jou halen. Ik denk dat deze ziek is. Ik denk dat hij ook op de green is. Ik ook. Op de green? Ja, niet op de green. Oh. Op de gras. Groen. Let's go! Nou Thijs, huppakee. Let's go. Die was nice. Thijs hier, jongen. Heb je haast? Ga je lekker, jongen? Geen haast, maar ga wel lekker, jongen. Oké, kom op dan. En meer naar links slaan, want jij slaat elke keer naar rechts. Ik denk meer naar links. Meer naar die kant kijken. Ik zelf. Ja, juist. Ja, oké. Hey, ik ga het proberen, jongen. Klaar? Ja. Ja. Oh, dit. Ik heb klontje. Oh, net eroverheen. Ja, overheen, maar in het wier. In het wier. In het wier, dat is wier. Zo, stijf. Perfect. Die mag opnieuw, hè? Voor mij wel. Als we hem nog vinden, dan mag het zeker opnieuw. Waarom ging de cursus rietdekken niet door? Rietdekken? Riet was ziek. Kun je het volgende hol? Ja, toch een keer. Kom op, schat. Ja, het is moeilijk hier. Hou die club in je handen. Oh. Oh, dat was echt zo'n zoutak. Deze vind ik serieus netjes geslagen van de 12. Want ik heb hem dus er overheen weten te slaan naar hier. En dat is niet verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Want vanaf hier tot daar, tot 12, tot de vlag, valt best mee. Kijk dan. Hallo. Ja, lekker. Lekker, lekker. Warme chocolademelk. Hey, kan het kloppen dat je met hols een lange hol hebt en een korte? Ja, de 12 bijvoorbeeld. Ja, ja de 12 heeft... We wisten niet of het een korte. Hier zit een aantal platen. Maar hoe weten de teams of ze een lange of een korte moeten pakken? In principe, als je een scorekaartje bij hebt. Ja, daar heb ik gekeken nu net. Kijk, je hebt de rode, dat zijn de wedstrijdafslagen. Oh, wij hebben de wedstrijd gedaan. Daar moet je het wel bij vermelden straks als je eindigt. Okay. Krijgen we dan zeg maar... Min 3? Dan moeten wij wat aftrekken, ja. Yeah. Oh, beter. Slag gewoon erbij, ja zeker. Dus denk je. Hebben jullie ook nog ballen? Ballen? Nou, wel 5 of zo, 4. Okay, ze liggen allemaal in het hoge gras. Ja. Dat kan je ze echt niet meer vinden. Ja, nee, geen probleem. Maar ik kan even langer ballen bij. En deze afstand was wel echt moeilijk hoor, die 12. Van over het water. Bro. Ja, dat is... Ja. Hij ligt hier. Kijk, hier is de eerste. De eerste, wauw. Spekkie erbij? Nee, voor mij trouwens zonder slagroom. Spekkie erbij. Wat spekje erbij? Ja, dat vind ik altijd lekker. Spekje wel. Ah, dankjewel. Mag ik nog één spekje omdat ik geen slagroom had? Tuurlijk, jongen. jongen. Hij weet het wel mooi te brengen hoor. Ah, yeah. Oh, ja. Worden weer gevoerd. Ja. Alsof je de eentjes gaat voeren. Nou, dan gaan we verder, jongens. Ja. Nou, super lief, dankjewel. Oké, hoi. Tot horens. Tot horens, weet ik veel. Hey, cheers. Cheers. Let's go. De wedstrijdafstanden. Ja, inderdaad. En op gezondheid. Vind ik ook altijd belangrijk. Ook belangrijk. En op geen benenacties meer. Ja, nou, dat vind ik een hele goeie. Jawel. Hey, maar wat slaan wij goed, hè? Ja, serieus. Wij hebben dus wedstrijdafstanden gedaan. En dat gaat ons verdomd goed af. Ja, want ik denk al, hoe slaan we nu 4 keer? Ja, inderdaad. Maar dat is als je gewoon van hier naar daar doet. Ja, juist. Dan sla ik ook wel in 4 keer. Maar besef, als wij deze wedstrijdafstand nu in 4 keer doen... Zo. En zij de normale afstand in 4 keer, hebben wij sowieso punt aftrek. Ja, ja, sowieso. Dan vind ik gewoon dat er min 4 mag staan bij ons. Ja, sowieso. Ik merk maar dat dit professionele banen zijn. Zal ik als eerst meteen weer slaan? Ja, ik slaan met je. Ja? Oké, let's go, Enzo. Je ziet de vlag, hè? Ja. Hij roept naar je. Wat roept hij dan? Kom op, kom in mij! In de vlag? Ja, in het gat dan. Van de vlag. Oh. Even het gras weg, dat is goed. Ja. Dat is even een test. Oké, ik ga iets naar achteren als je het niet erg vindt. Strak! Het is wel iets verder, maar... Is goed. Hé, hey, we mogen risico nemen allemaal. Dat is waar. Ja. Kom op, boys. Noël, doe het.
Eén team, één taak. Het ligt ook wel rot hoor, daar in dat gras. Ja, ligt heel rot. Oh, ah. Jezus Christus. Nou, ga ik het even doen dan? Ja, schatje, doe het. Ja, dat was hem, dat was hem. Ja? Dat was hem. Ja, dat was hem. Echt. Geen kracht, je deed een swingetje. Juist, zo eentje. Oh! Okay. Als we nu raken, dan hebben we gewonnen. Yo. Huh? Oh. Dat is jammer. Dan gaan we met die van mij weer verder. Ik moet ook slaan, vriend. Oh, echt? Ja, dit is lelijk, man. Ik bedoel, je bent een team, hè. Je kiest elkaar uit, hè. Dat is allemaal leuk. Met mijne verder. Ja. Hey, maar dit is motivatie, jongen. Dit moet je niet doen. Kijk, dat is motivatie. Ik weet hoe ik thuis moet triggeren. Ja, dit heb jij, hè. Je weet hoe je mij moet triggeren, ja. Joski. Waar komt dat in één keer van? Zeg jij dat? Dat heb ik jou nog nooit horen zeggen. Dat heb ik jou echt nog nooit horen zeggen. Kom maar weer eens Brabant, zeg. Hey, maar kom op, maar. Hey, nu lachen jullie, maar let op. Ja, kom op, please, do it. Ik vind het netjes. Ja, ik zeg, we gaan gewoon vanaf toe van hem ver. Nee, ik denk van Thijs, hè? Ja. Anders ben ik bang dat ik weer... Ik ben een jostie. Nou, dan komen de ballen aan. Film dan even. Hey, ja. Ballen! Extra ballen, ja! Let's go! Dat hadden we echt nodig. We hadden nog maar één namelijk. Echt waar? Ja. Oh, shit. Ja. Oké. Er zijn iets van 4 of 5 geweest. Nog een spekje bij? Of, ja, oh, nou, als dat kan. Zo, dat zijn veel spekjes. Veel, hè? Laat erop op. We moeten nog een slag op. Nee. Oh, ik wil nog een spekje. Gooi er maar in als je wil. Dankjewel. Heb je ook al met een stick gegooid of dat nog niet? Nee, dat nog niet. Kom op, Noël. Op de green. Hij moet sowieso op de green komen. Ja! Wow! Wow. Kom op dan! En nu wie? Oké, nou, nu ik. Hé, hey, niet op. Kom op, nu op de Wii. Nintendo Wii. Kom op, schat. Ja, wel. Ik vind het niet verkeerd. Nee, ik wou net zeggen. Kijk, Thijs, sla jij hem erin. Ja, zeker, zeker. Het zevende wonder komt nu. Wat? Het is voor mij. Oh, wat lief. Thijs, hoe lang gaat het duren? Nee, bro, maar dat is geen fight, man. Vind je eerlijk. Nou, lang, maar dan krijg je wel dit van terug. Oh, oh, oh. Wat doet hij? Hij zakt het door je wat? Maar het gaat wel. Wat heb je ook? Jij moet echt in het theater. Ik zag het toen mijn knie, maar het gaat wel. Ja. Ja, ik denk, daar maak jullie zorgen. Maar het ging wel door mijn knie, dat moet je wel weten. Ja. Chip. Wauw, nou hou op hoor. Holy shit! Holy shit! Hij staat ook zo fijn op film. Ik zit erin. Kom, gelijk door erin en weg. Mooi. Hey, en daar is het, jongen. Dat is hem. Juist. Dit is mooi, dit is prachtig. Dit is een sport van Enzo even, voor zijn late jaren. Hey, en wel de moeilijke, hè? De wedstrijdafstand. Ik wou net zeggen. De wedstrijdafstand de 4. Ja. Deze hebben we echt mooi gedaan. Oh, echt sick. Onthouden, hè? Onthouden. Ja. Huh? Ja. En waarom doen we ook niet op dat ding? Ja, ik was het even kwijt, jongens. Nee, maar dan gaat Noël ons redden. Noël, okay. Jij redt ons. Wij zijn de Chip Boys. Geloof. Oh. Ja! Wat een bal, jongen. Ja, zo, dat was ook Brabant. Wat een bal. Wat een bal. Wat een geweldig schat wat jij hier zo doet op deze schitterende maandagochtend, man. Ongelooflijk. Ik kan al aan het ravot te laten staan. Met één hand in. Ja. We hebben nu een nieuwe ballen. Ja, wow, dat ziet er wel goed uit. Doen? Ja. Ja, dat ziet er echt goed uit. Ja, doe maar. Ik kan dit. Hij kan dat weer. Ik vind het ook zo fijn als Thijs denkt dat hij iets kan. Ja, dan zeg je in de frisbeeworp. Jij is zo goed gekomen. Ja, die frisbeeworp. Nou. Thijs, één hand. Ik denk het echt. Ja, ik wou net zeggen. Dan moet ik die achterste hand kijken. En dan niet met die zwaai, maar dan gewoon eentje zo uithalen. En ja, naar achter en naar voor. Kom maar even serieus, bro. Rustig, ja. Je bent te druk. Wie zegt dat ik niet serieus dit?
Ik word gebeld, man. Zijn ze allemaal klaar, zeker? Nee. Kom op, Noël. Dit kan hem worden. Ja. Serieus, als je deze raakt, krijg jij van mij een nieuw DJ-mengpaneel. Zo. Moeten we dan die vlag eruit halen, ja. Anders gaat hij niet meer. Wat krijg ik dadelijk? Jij krijgt een nieuwe baardborstel. Yes. Daar doe ik het voor. Doe kom ik maar even in. Ja, even oefen. Voor die DJ-set, jongen. Ja, voor die DJ-set. Voor de DJ-set. Dat. Ik zie niet eens naar dat ze. Jezus Christus. Jezus. Ik doe hem nog meteen. Schatje, laat hem maar eruit hoor, Thijs nu. Nee. Hij is wel op de green. Zo, ja, perfect. Dat moet je dus doen. Die heb ik even nodig. Bedankt, man. Ik doe hem even weer terug zo. Hup. We hebben die afwijking, hè? Thijs heeft een nieuwe hobby gevonden. Ja. Nee. Nee? Ja! Als hij er zo recht in ging. Ja, als je hem recht erin had? Boah. Oh bro, maar wel strak hoor. Oh! 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 Oh. Heel zacht. Oh, te hard. Ja, lekker. Lekker! Oké, boys, volgende. Oké. Zo. Oh, net eroverheen. Dat is niet verkeerd, hoor. Nee, dat is niet verkeerd. Nou, Noël, hoppakee. What? Bro, dit is niet normaal. Oh my god. Ik ga erheen. Ik ga erheen. Dit vind ik echt bizar. Dit is echt bizar. Wauw. Die van Noël ligt hier. Vanaf daar. Dichtbij. En die van mij ligt daar. Ook dichtbij. Maar die van Noël, beter. Dit kan hem in twee keer worden. Noël, maak hem af. Ja? In twee keer. Dit is jouw bal. Dus probeer het in twee keer. Oké. Steeds te hard. Ook te hard. Rustiger. Dat is te zacht. Dit was heel lief geschoten. Oh, mooi hoor. Yes! Lekker. Drie keer, bro. En door. Het goeie hoor. Boom! Door! Nee, door. Mooi. Goedemiddag. Wauw! Bro! Wauw, niet normaal. Hij saved ons. Jij saved ons wel hard hier. Kijk dan, we hoeven helemaal niet zo ver meer. Dit is pas de eerste slag van hole 15. Hij ligt hier en daar is de vlag. Dus als we dit hem chippen, als we überhaupt een hole in twee keer doen, zou echt bizar zijn. Noël, als iemand kan, ben jij het, jongen. En niet te hard, hè, niet te hard. Als je één keer landt op de green, dan rolt hij wel door. Hou gewoon niet recht. Hij landt net niet op de green. Mooi bro, mooi. Is mooi. Hij rolt terug. Hij blijft hij stil. Hij rolt op de green. Juist. Hij rolt eigenlijk nooit terug. Nee, geen gladde ballen. Te hard, hè? Ja. Of te zacht of te hard. Thijsie, ik heb een gevoel. Ja, een voorgevoel. Een voorgevoel. Ja, nee. Dat hij helemaal goed gaat. Vind ik mooi. Gewoon heel zachtjes chippen. Ik moet zeggen, dit is wel een nare afstand. Er zit ook een beetje een heuveltje, een hobbeltje. Oh. Oei, 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 bijna. Ja. Volgende. Oh! Mooi. Ja, Thijs. Oh, oh, wel. Oh, heel netjes. We laten hem gewoon liggen, want die is dichtstbij. Oeh! Wow, heel nice. Een mooie put. Dat was niet normaal. Wouter, je komt op het perfecte moment. We willen de competitie checken, hè? Ja, hoe is jouw team gegaan? Ja? Ja. Wat is jullie laagste score? 3. Oh, netjes. En jullie hoogste? 5. Oh, wij ook. Oh. Tot nu toe. Ja. Dat is hier bij het water. Drama. Die sloegen wij in één keer eroverheen. Echt? Ja. Nou, wij niet. Ja, trouwens je wel, maar net shit, weet je wel. Net shit, ja. Ja. Oké, wij gaan nu 16 doen. Let's go. Daar gaan we. Deze gaan we gewoon rustig doen. Hij rolt wel lekker door. We willen niet dat hij verder aan de green komt natuurlijk. Mooi. Jeetje. Man. Ja, strak. Ja. In de green? Ja, in de green. Zo, mooi. De knetter. Lekker. Lekker. Kom op dan. Woe.
Oké. Okay. Nou, kunnen we eigenlijk al doorgaan nu? Ja. Ja? Kom op dan, hè! Het konijn, dat is een konijn. Dat is niet een hole in one, hè? Kom op! Nee, dat je energie kwijt moet. Ook heel netjes, Noël. Die is ook bijna daar. Lekker elkaar daar. Dat was echt mooi. Jij nog? Gaan wij nog? Punten. Nou, Thijs. Nou, dat is het niet waard. Hey. Laten we doorgaan. Heb je dat ook wel eens zo'n moment dat je energie kwijt moet en dan ga je rare dingen doen? Van, ik krijg een konijntje naar de bijvriend van mij. Maar ja, ik ben ondertussen 26, dus die dingen gebeuren niet. Oké, schatje. Ja. Komt-ie, ja? Wacht even. Ik heb alleen nog maar één keer goed geput, hè? Dit. Ja, maar dat was prachtig, schat. Die hadden we nodig. Come on, baby. Kaars recht, joh. Wel kijk recht, nou. Heel mooi. Heb je dat hier van thuis? Hé, hey, daar hoef je er niet bij te zitten. Dames en heren, hier ligt de bal. Net niet op de green. Maar daar is het gat al. Dus ja, ik denk dat Maimon weer als laatste gaat. En is druk steeds hoger. Oh, ja? Ja? Zo. Oh. Man. Met die. Dat is de hele tijd zo. Ja, dat is niet normaal. Ja, we zijn echt next level bezig. Shit. Wat potentie. Wat potentie, ja. Thijs is verslagen door zijn eigen club. Ja. Ja. Oh my god. Zacht ook. Maar dan is het weer een Maiwen. Ja, Maiwen. Precies zoals net. Ja, dan is het wel Maiwen. Zal ik die voorste weghalen? Wil jij die doen? Ja, ik haal die voorste. Ja, een stuurtje. Oh, dit kan hem in twee woorden, schat. Ja. Niet nog meer de druk opvoeren, hè? Kom op. Legendarisch, ik film. Kijkers, kom op. Nee. Te hard. Nou, drie alsnog net. Zal ik hem erin? Doe jij maar, schat. Ja. Maar dodo is er niet, dus we kunnen gewoon weer uit de vlog knippen. Dan zeggen we twee. Ja, lekker. Hé, hey, drie, dat is netjes hoor. Drie keer drie. Oké, we moeten deze in vier. Ja, eigenlijk drie. Eigenlijk drie. Het is doable. Kom op, Noël. De eerste schot die ligt gewoon bij jou of Noël. Kom op, Noël. Daarna nog even. Wauw! Dit is niet normaal. Oh my god. Veel modder, hè? Zo goed. Heel goed. Potentie zit hierin. Ja, maar en zo. Jos, die gaat erop. Huh? Hij zit in het gras. Hij is iets verder volgens mij. Hij was gewoon te ver. Nee, hij is er niet overheen. Hij is niet eroverheen. Volgens mij ligt hij er vlakken voor. Echt bijna op de green. Echt? Ja. Dit was wow, we hebben zo mooi recht. Maar even serieus, hè? Lopen we nu gewoon daarheen en gaan we erin slaan? Nee, jullie gaan ook nog. Stel, jullie hebben een soort van geluksbal. Zo eentje. Oké. Ik ga dit nooit meer doen in mijn leven. Ik kan niks! Hij moet zachter. Kom op, wie kan hem zachter? Zo, mooie lucht ook vandaag, hè? Het is echt mooi weer. Oké, kom op, Myron. Hij hoeft eigenlijk maar op het begin daar op het green te landen. En dan rolt hij wel verder door. Ja. Netjes, heel mooi. Heel mooi. Wauw. Dit is een mooie putafstand. Ja, dan hebben we drie, hè? Dan hebben we drie. Maar het kan nog in twee, hè, Thijsie? Makkelijk, broer. Hey. Wauw. Hey, jullie slaan altijd dezelfde kant op. Ja. Ja. Oeh, dan. Ja, zo. Gadverdamme. Mooi. Heel mooi. Keurig. Ja, die petten we er even in. En drie. Huppakee. Alweer. Meteen. Hup. Dood. Dit is, wordt in drie keer, hè? Ja. Moet. Oké. Hey. Boom. Boom. Keurig. Ja, man, de wedstrijdbal. Heerlijk gegolfd, jongens. Boom. Heerlijk. Leuk gedaan. Ja, leuk. Goed gedaan, leuk. Zeker leuk. Je punten erbij moeten tellen. Heb je wel echt eerlijk gedaan? Hoezo heb je echt eerlijk gedaan? Wat denk je? Wij hebben alles gefilmd. Wij denken wij ook? Jullie iets nee, niet hebben wij eerlijk ook. Wij hebben ook gedaan. Alles gefilmd. Ja? Voor de vlog. Alles staat bij ons op de film. Oh, zie je? Dus, hè? Hé, maar, hoeveel punten hebben jullie? Dan gaat je wat zijn, jongens. Wat is het meeste? Vijf. Wij ook. En minst drie. Ja, wij ook trouwens. Oh, wacht maar. Wij spelen maar gewoon eerlijk, hoor. Hebben ook de lange professionele baan gedaan? Professionele baan? Ja, en wij dus wel. Ja, zie je, daar gaat het om in. Hey, lekker boys! Ja. Wat ga je doen? Noël is al besneden. Nee, Noël mag geen knip vallen. Lekker boys! Oh, daar gaan ze. Oh, joh. Let's go! Kijk, Noël heeft vrienden gemaakt. Gaat het goed? Nee. Geen taxi. Nee, als ik zie hoe jij rijdt.
gewoon perfect. Noël krijgt het weer voor elkaar hoor, dat hij in zo'n karretje mag. Geniaal. We gaan de score straks bekendmaken. We gaan even lekker naar binnen, wat smikkelen. En tijdens de lunch maken we bekend wie wat hoeveel. Mooi, dat is echt cultuur. Ja, dat is echt niet normaal. Kent. Ongelooflijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Wil nog iemand limo? Je hoopt erop, hè? Ja. Ja. Schenk maar vast in voor als iemand wil. Oké. Okay. Ja, lekker. Kijk. Eerst even prik. Lijkt net alsof ik op de grond zit. Cola zero. Ja. Oh. Fantastisch hè mensen, vind ik echt mooi. Maar weet je hoe ze dat ook in Turkije soms doen? Dat ze dan zo achter hun hoofd. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is echt man. Hoe achter hun hoofd? Ja, je pakt hem zo de kan, ja. Dan doe je hem achter je en dan schenk je het zo. Zo en dan zo. Ja, ja en dan ja. Deze laat je dan naar beneden gaan, zeg maar. Gewoon zo omhoog. Ja, doe jij eens voor? Zou je het voor doen? Ja, bijna. Nee, ga goed. Ja! Kijk. Dat is hem. Ja hoor. Lekker ja, auto. Ja. Doe er een Oosters muziekje onder en dan heb je hem. Hoi, yo, dit is wel nice. Nou, ja, tof. Vers. Ik kan alleen niet meer naast je zitten. De persoon die als eerste een backflip doet. Wow, yo. Kan jij een backflip? Nee. Ik wil wel backflip, ja. Noël, even een backflip. Oh! En je moet landen als Spider-Man zo. Gebroken kniepijn. Wie doet nog een backflip? Lars even. Let's go Lars. Oké, okay, dit is lang geleden dat ik Lars een backflip heb zien doen, dus daar komt hij. Ga je een backflip of een mooie flip? Hoi, oké okay dan. En nu landen als Spider-Man. Oh! En nu Thijsie. Thijs! Cheers! Thijs! Kom jongens, we lopen door! Helaas, ik krijg Thijs niet zo ver deze keer. Damn. Ja, ik doe even open! Ja, 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 ja. Tempo! Oh, goed, goed. Oké, okay, tijd voor de score. Ja, ik ga even passen. Die was echt hard. Oké, okay, ik heb de score hier. Let's go, let's go. Oké, okay, daar komt ie. Komt ie. 1, 2. Ja, Thijs, hé! Hey! Thijs, Thijs. Wat gaat hij doen? Nee, viel mee, hè. Dat was maar een klein beetje. Dames en heren, de score. Ik heb de uitslag. Thijs, wil je ook even zitten? Ik weet het man. Nee, Raf, ik weet het niet. Oké, okay, we hadden sowieso. Wij waren de team Bennies. Dat waren Thijs, Maiwen, ik en Noël. Dan hadden we ook in het team Wouter, Rutger, Nicole en Lars. Ja, en onze naam was. Hadden we niet. Jullie hadden geen naam. Nee, hadden we niet. En dan was er ook nog Bas, Jelmer en Mandy. Die hadden als teamnaam. Oké, dan hadden we alleen de Bennies. Ja. Ik kan jullie vertellen dat het team van Bas, Jelmer en Mandy het in 39 slagen hebben gedaan. Wauw! Wow. Applaus! Ja. Ik kan jullie ook vertellen dat de nummer 1 en degene die ik net bekend heb gemaakt 10 punten van elkaar afliggen. Ja. Ik kan jullie ook vertellen dat de nummer 1 en 2 3 punten van elkaar afliggen. Nee, maar 1 punt. Bij ons is min 2. Oh, wow, echt? Omdat we die lange baan deden. Mm-hmm. Oh, dan is het 30 punten voor de Bennies en 29 voor Lars en Cole. Ja! Yeah! Zo, yeah! Spannend. Alweer gewonnen. Het is echt nice. Stiekem, hè? Gewoon yeah. 3 keer met 3 dingen. Zijn jullie aan Wouter? Ja. Oh, sorry. Lars, normaal golf. Hey, dankzij jullie. Ja. Yeah. Ik had het niet verwacht. Toppertjes hoor. Wat bizar is, van de 9 holes die we hebben gedaan, hebben jullie 8 holes een 3 gehaald. Ja, dat wisten we al. Dat vind ik echt knap. Ja. Ja, je was er ook bij, dat we zou je wat vertellen. Ja. Jij liep mee. Ja, ik liep mee. Ja. 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 Ik wist het, ja. Oh, en dan ben ik benieuwd, wie was jullie sterspeler? Ik? Oh.
Nee, Wouter. Ja. Want bij ons... Ik zei het al. Ik zei het al tegen Mayen. Ja. Hoe heet je? Matthijs en Noël. Toen zei ik al van Wouter, die kan dit sowieso echt heel goed. Ja. Jij golft vaker. Ik heb vroeger gegolfd. Ja. En ik moet nog wat vertellen, want Wouter gaf ons ook, en dat was echt respect voor jou, heel veel tips. Want er waren tips die we dus niet nu aan jullie gaan vertellen. Nee, als we dit nog een keer gaan spelen, gaan wij sowieso weer winnen. Maar respect geven is... Nou, respect geven aan Wouter. Maar dat met dus... de middel van een buiging, toch? Ja, zo. Ja. Nou, elke tip die ik zes doet. Dat is mooi en mooi gebaar. Nou, bij ons waren wel echt de sterspelers. Moeten we toch wel accepteren en toegeven. Toch wel Enzo en Noël. Bij ons was het geen tips. Maar wij waren erbij voor de gezelligheid. Ik denk wel de mooiste putten van de dag is van mij. Ja. Want Marjan heeft eentje geput, dat was niet normaal, niemand lukt het en dat was echt van een verre afstand. 7 meter of zo. Dat was jouw stermoment. Ja, dat was mijn enige stermoment. Laten we even naar kijken in de haan. Oeh! Ja! Let's go, Marjan! Yes, baby! Yes! En dan ben ik benieuwd bij wie Bas en Mandy en Jelmer de sterspeler was. Ja, tussen jou. Ja, ik denk ik. Nee, maar ik... Ja, ik denk ik. Hij op het begin, ik daarna. Oké. Ik had wat goede tips gekregen van Jelmer en daarna. Maar Bas, jij bent wel de meeste ballen kwijtgeraakt. Ja, klopt. Maar wij waren maar met drie ook, hè? Ja, dat is waar. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dan doen we een puntje ervan af van jullie. Ja, wel 10 punten. Oh, oké. Okay. Ja, denk ik. 10 punten. Dat is de tweede. Ja. Ah, het is wel zo van alles wat we meekregen qua club. Clubs en ballen en zo, kwamen wij terug met één bal. Ja. Ja. Ja, maar dat kan gebeuren natuurlijk, best school. Hoe kan dat, Matthijs? Het heeft te maken met, ja, zo'n lang verhaal, functionele arbeidsovereenkomst die ik Het is wat het is. Het is wat het is, man. We gaan al onze spullen pakken. En dan gaan we er vandoor, dames en heren. Yes. Ja, het was gezellig, het was leuk. Eesonstad, Landal, dat is echt top. Dus, wat is er? Nee. Oké, we gaan er vandoor, spullen pakken en gaan. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga jou missen. Afscheid nemen bestaat niet, hè? Afscheid nemen, dat kan bij Wouter niet. Wouter, ik wil je bedanken voor een mooie tijd met Martin. Morty. Hadden wij een romance in die kamer. Ja, niet normaal, ja. Je hebt gewoon een soort van romance gehad met een zombie. Ja, en moet nou, dat is niet zo aardig om te zeggen. Sorry. Ik merk die romance nog steeds. Ik ook. Ik merk wel, we zijn wel dichter bij elkaar gekomen. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja, jullie staan dicht bij elkaar, ja. Zeker. Ben jij ook in dicht staan met Wouter? Mag ja, kom eens dicht bij staan. Wouter. Dat is jouw baas. Ik vond het super gezellig. Ja, ik ook. En Wouter heeft ook echt grote aandeel gehad aan de escape room, waar ik je heel erg voor wil bedanken. Ik had 0-0. Suspicious, nul, hoe noem je dat? Nul vermoeden. Vermoeden, ja, dankjewel. Nul vermoeden dat jij in een complot zat. Ja. Echt totaal niet. Ja. Ik wist wel dat er een Fiat Panda. Ja, 500. Een Fiat 500. Ik wist dat er een Fiat 500 voor de deur stond. Ik dacht dat Joelle in het complot zat, want die had ook een Fiat 500. Maar dat is de auto van Maisha. Ik was gisterochtend hierheen gereden en ik dacht, ik kan niet in mijn Tesla komen. En toen op een gegeven moment kwam jij naar buiten. En ik zo op die bank. Ik dacht, ik ga nu ook gewoon ervoor zorgen dat je het niet weet. Ik was eigenlijk heel lief Marwen aan het uitzwaaien en ik wilde filmen dat die auto wegreed. Maar Wouter reed achteraan en mocht ik niet zien. Dus toen ging maar weer naar binnen. Dus maar echt grandioos. Niet normaal. Heel erg bedankt voor je hulp. Super lief. Graag gedaan. Het was zo leuk. Ook met de hele groep. Het is echt een top. Ja, was echt nice. We hebben echt weer gelachen. De rest komt straks. En dan gaan we nu als eerste afscheid nemen van Wouter. Helaas. Tot volgend jaar iedereen. Tot volgend jaar. De tweede persoon die naar huis gaat. Ja, die kuiten dan. Maar je weet het, hè? Afscheid nemen bestaat. Nee, bestaat echt niet. Nee. Weet je waarom? Want ik zie je binnenkort weer. En dan heb je weer nieuwe character unlocked. Ja. Ik ook gek deze afmaken en dan doe ik rijden in. Eens in de zoveel tijd hebben we een soort van nieuwe Thijs weer of zo. Ik weet niet wat het is. Nieuwe Benny. Ja, is goed, rustig aan bro. Hey, ketchup soep, man. Ciao ook. Hey, je ruikt naar een mandarijntje, dat vind ik lekker. Ja, mandarientje noemen we dat hier. Nee, hey, dit vind ik niet leuk, vriend. Is een teken? Poort dicht. Ik doe hem voor jou open. Zet mij ook eens een keer in de app. Ja, wil je ook in de app? Ja, tuurlijk wil ik in de app. Dat is goed, ik ga jou in de app zetten, ja? Dat is goed, man. Oké. Hey, vriend, ketchup soep, man. Rust gaan, bro. Ciao, ciao. Ciao. Oké, Thijs gaat er ook vandoor. Mandy is er trouwens ook net vandoor.
En de andere mensen die zijn er al vandoor die hier niet heen hoefden, zoals Rutger en Bas en zo. Dus, en Daniel was gisteren al gegaan, Michel was gisteren al gegaan. Maar goed, wij hebben fly gekregen laatst van kijkers en dat hebben we nog een stukje van over. Ja. Dus we gaan lekker Flory eten. Lekkere abrikozen vlaag. Lekkere abrikozen, abrikozen, jabbedidezi. Hoe gaat dat ook weer? Sabriozia. Ja, maar we weten dat weer natuurlijk. Zo fijn. Lekker snijden. Ja. Lekker hoor. Lekker puntje. Oh, lekker puntje. Lekker. Zal ik het uitserveren? Ja, deze zijn voor Nicole en Noël. Nicole en Noël. Oké, okay, hier. Nicole en Noël. Kijk eens even. Dank u. Alsjeblieft. Alsjeblieft, maatje. We gaan super lekker eten, dames en heren. We hebben hier een heerlijke pokeball. Oei, oei, oei. Dat ziet er wel echt goed uit. Je hebt de zoet-zure pokeball. Lekker. Mayo heeft de spicy mayo. Heerlijk. Spicy lady. En wat heb jij, maatje? Teriyaki. Teriyaki? Teriyaki. Oeh, jij hebt, oeh, de sesamdressing, Nicole. Lekker, hè? Dat is wel, jij gaat gek. Wat heb ik eigenlijk? Ja, ook zoetzuur, denk ik. Ja. Of spicy. Nee, zoetzuur. Ik ben een zoetzure jongen. Ja. Proef jij ook spicy? Ik heb nog geen hap genomen, zie je dat? Begin dan eens. Ja, is goed. Proef je spicy? Ja, ik proef spicy. 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 Meen je? We gaan even lekker pokeball eten. Heerlijk. Dames en heren, Lars en Nicole gaan ook naar huis. Yes! We hebben nog wel even gezellig gegeten. Leuk dat jullie er waren. Dank dat we mochten blijven. Ja. Natuurlijk. En de escape room was fantastisch, Nicole. Echt genoten. Gelukkig. En Lars, ik heb gelachen, man. Ja, ik ook, man. Thanks. Goed je weer gezien te hebben. En tot snel. Tot snel. Kalamanus. Doei, maatjes. Kalamanus, mag ik dat zeggen? Kalamanus klinkt niet heel lekker. Hey, Kalamanus, Nicole. Kalamanus. Hey, Noël, nog even. Hey, net kerstman zo, joh. Noël. Ja. Noël, ja, die is dus Kalamanus. Ja. Is hij weer naar de studio? Is hij weer gamer? Nee, hij zit op de wc, Kalamanus. Zeg jullie doei tegen hem? Is goed, gaan we doen. Doe knuffeltje. Ik loop wel naar hem toe, dus zeg meteen even doei voor jullie, ja? Pak de ding ook open. Ja, de poort, zeker. Is goed, doeg. Even tegen Noël Kalamanus zeggen. Hé, hey, Kalamanus, hè? Ja? Doei, Kalamanus. Oh, wat flauw weer. Jeetje, Mina. Ondertussen is Noël ook naar huis gegaan en zijn we weer gezellig met z'n tweetjes. Zoals altijd in de avond. Yes. We gaan gelijk slapen. Je hebt lang in de auto gezeten van helemaal... Waar was het ook weer? Friesland, hè? Lauwers, een beetje bij Lauwersoog was het. Bij Lauwersoog, ja. Dat is in ieder geval hoog in het noorden. Het is lekker lang in de auto gezeten, maar we zijn weer veilig thuis. Iedereen is weer veilig thuis gekomen. Gelukkig. We hebben zo gelachen met de hele groep. We hebben echt weer mooie dingen meegemaakt. En ja. De escape room ben er nog steeds super trots op. Mooi zo. Echt super trots. Zo vet gedaan. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk zien jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.